Wat ben jij hier aan het doen? Wat heb je gedaan? De lul, ouwe, de lul. Wat ben jij hier aan het doen? Wat heb je gedaan? Meestal vragen ze gelijk hoe oud je bent. Nou, dan geef je meestal, gaf ik dan aan van ja, ik ben 15. En uiteindelijk sturen ze al gelijk geslachtsdelen. Ze willen afspreken. We hebben overal. Ja, we doen lul. Burgerarrest. Je wil afspreken met Daisy toch? Ik wist niet dat ze zeker zal komen. Wij seks met een minderjarige. Verder is niks, ik was alleen. Wij seks met een minderjarige. Nee. Jawel, dat wij wel. Er zijn verschillende chatsites online waar een meisje vanaf of een jongen vanaf 15 jaar zich al kan aanmelden. Daar ga je op en ja, binnen 5 minuten heb je 30 man die op je reageert. En uiteindelijk probeert diegene een afspraak met mij te krijgen. En daar komen wij naartoe. En in plaats van dat meisje er is, dan staan wij er. Omdat we zien dat het heel snel leidt tot het spelen van eigen rechten. We zien vaak dat mensen niet alleen worden aangehouden, maar ook worden mishandeld. Dat er dingen worden vernield. Dat mensen publiekelijk aan de schandpaal en dus publiekelijk veroordeeld worden zonder dat er ook maar een onderzoek aan te pas komt. Dat vinden we wel echt een slechte ontwikkeling. Ik snap dat ze er niet blij mee zijn. Aan de andere kant denk ik dat het gewoon jaloezie is. Dat wij het gewoon op een betere manier aanpakken dan de organisatie van de politie.